Mijn uitwerking van de List Past Student Assignment. De Get Past Student functie krijgt een lijst van studenten, deze lijst. De lijst van grades van alle studenten, deze lijst. De weights en een pass grade. We moeten een lijst met studenten teruggeven, dus ik maak een lege lijst aan met van studenten. Ik loop nu over alle studenten die er zijn en ik loop over de naam en ook de index, vandaar dat ik de enumerate gebruik. Die index heb ik nodig om in de corresponderende gradeslijst de juiste cijfers te kunnen vinden. Vervolgens bereken ik het cijfer van de student, dat doe ik met een aparte functie computeGrade. Daarin geef ik de cijfers van de huidige student mee en de weights. Als de grade dan groter of gelijk is aan de pass grade, dan heeft de student het vak gehaald of is het een student die ik moet teruggeven. Dus ik voeg dan de naam toe aan de pass students list. En uiteindelijk wordt de pass students list gereturnd. Ja, dan heb ik natuurlijk nog de compute grade functie nodig. Die heb ik hieronder geïmplementeerd. De compute grade functie krijgt simpelweg alle grades van een student, dus bijvoorbeeld deze drie grades, en de weights, dus dat is deze lijst hieronder. En nu moet het gemiddelde cijfer daarvan bepalen. Daarvoor zet ik de sum grade op 0 en de sum weight ook op 0. Ik loop over alle grades heen waarmee ik dus ook de index wil hebben, want ik wil de corresponderende weight vinden. Dan in elke stap ga ik dus bij de sum van de grades de grade vermenigvuldigd met de corresponderende weight optellen. En ik moet ook de weights optellen. Dus ik krijg een sum weights waarin ik alle weights optel. Om dan aan het einde het gemiddelde cijfer te bepalen, kan ik simpelweg sum grade delen door sum weights. En dat zou tot het juiste cijfer moeten leiden. En als we dit programma uitvoeren, zien we ook dat we Jennifer, Daniel en Anthony eruit krijgen als antwoord. We moeten deze code natuurlijk even goed testen. Dat kunnen we doen door met de hand eventjes de cijfers van Jennifer uit te rekenen. Met daar gebruik maken van de weights. En dat vergelijken met de grades die hier uitkomen. Dus een print statement hier neerzetten van alle studenten en grades geeft een goed overzicht of dat de software wel of niet correct werkt. We kunnen deze software ook nog wat inkorten, want we zien hier, we gaan hier een lijst teruggeven van de students die gepast zijn. We zouden daarvoor ook een list comprehension kunnen hebben gebruikt. Dus in plaats van deze, hoeveel zijn het er? 6 regels, hadden we het ook in 1 regel kunnen doen, namelijk op deze manier. Dit is een list comprehension waarin dit de for loop is. We loopen over alle studenten die er zijn. En we hebben hier dan een if statement. Als de compute grade van die student hoger of gelijk is aan de pass grade, dan gaan we deze waarde aan de lijst toevoegen. Dan zien we opnieuw dat list comprehensions, daarmee kan je heel snel lijsten genereren. En het is vaak een stuk korter dan dat je dat op deze manier uitschrijft over een 6 regels.